Vandaag gaan we jullie vertellen over Tingling. Dat is deze app. En je kunt een Tingling maken van bijvoorbeeld een foto die je hebt gemaakt. Maar ook van een ander plaatje. En je kan ook nieuwe plaatjes toevoegen. Je kan uit je galerij kiezen. Maar je kan ook direct een foto maken. Ik maak nu een foto van de kaart van haar. En die ga ik nou gebruiken voor mijn Tingling. Ik kan nu van die rode stipjes op de kaart zetten. Op de plek waar ik wil, bijvoorbeeld hier. En dan meer informatie geven over dat punt op de kaart. Kan ik doen door tekst toe te voegen. Bijvoorbeeld aangeven dat hier een station is. En dat dan opslaan. Maar ik kan ook bijvoorbeeld op een andere plek een YouTube-video toevoegen. Via de Tingling kan je dan zoeken naar een geschikt filmpje. Die kiezen. We kiezen in dit geval de eerste. En dan heb je een linkje naar een YouTube filmpje. Kan ook nog een website toevoegen met informatie waarvan ik wil dat leerlingen dat bekijken. Bijvoorbeeld www.nu.nl. En dan de verwijzing naar het artikel wat ik wil. En zo heb je een foto of een afbeelding helemaal verrijkt met allerlei linkjes, tekst en eventueel filmpjes. Dat is ongeveer hoe Tingling werkt. Als je Tingling af hebt, dan kan je hem een titel geven. Le Havre, en daarna verschijnt hij in je lijst met gemaakte Tingling. En kan je hem delen met wie je wil. Link in on Twitter. Canopy. Met dit knopje. If you want to show you on Twitter. En dan kan je hier kiezen op welke manier je hem wil delen. Veel plezier met Tingling.